Deze nieuwsuitzending die gaat over Marianne Vaatstra en dan anno 2018. Dus ik ga hem ook noemen Marianne Vaatstra 2018. Erg hè? Dat het gebeurd is. En de reden waarom ik er nu opnieuw bij stilsta, terwijl het gaat om een voorval uit 1999. En heel toevallig is Marianne Vaatstra op 30 april 1999 zag ze haar einde. En mijn dochter die werd 21 december van dat jaar prematuur of randprematuur geboren. Als je dan terugrekent, dan moet mijn dochter verwekt zijn in de dagen dat Marianne Vaatstra wegging. Dus ik zal nooit kunnen vergeten wanneer het was. Want dat weet ik precies. Ik weet de verjaardag van mijn dochter uit mijn hoofd. Dat is 21 december 1999. Dan trek je de randprematuurtijd ervan af en dan kom je uit in april. Mijn dochter hoefde gelukkig niet in een couveuse, maar het had weinig gescheeld. En voor jullie, als je het nog niet helemaal weet hoe de zaak ongeveer in elkaar zat. Op 30 april 1999, Koninginnedag, toen is Marianne Vaatstra, slachtoffer zal ik vanaf nu zeggen, toen is slachtoffer naar een discotheek gegaan op meer dan 10 kilometer afstand van haar ouderlijk huis. Ze woonde nog bij haar ouders, ze was 16. Haar broer heeft haar weggebracht naar die disco. En haar moeder ging ervan uit dat ze met de regio-taxi terug zou komen. Lekker feesten, partyen, lekker veel bier. Leuke muziek erbij. Oetje, 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 oetje. En dan ja, kom je maar naar huis met de regio-taxi. En dat kostte in die dagen, dat was de gulden tijd, wat zou dat gekost hebben? 15 gulden of zo. 20 misschien. Maar Marianne, slachtoffer is die avond, die nacht niet thuisgekomen. En de volgende ochtend werd ze gevonden, werd haar stoffelijk overschot gevonden in de buurt van een meiboom. En een meiboom, dat is een soort kerstboom. Dat is niet echt een boom. Dat is een ding dat vol hangt met dingen. Dat heet een meiboom. In de blote bibs. En in die dagen las ik in de krant dat er een meisje was van 16... die lekker uit het dak was gegaan tijdens Koninginnedag. Die had toen een fiets gestolen. En die was, ja, sorry dat ik het zeg, het stond in de krant. Die was anaal verkracht. En daarna ja, dood. En ik weet nog dat ik in die dagen dacht van je, maar je kan wel lekker gelopen zuipen in Kolm. En dan voor de weg naar huis een fiets stelen. Maar ja, stelen, dat mag niet. Dus dat zal wel een raar meisje geweest zijn. Dat je een fiets gaat stelen om naar huis te gaan. Dat doe je toch niet? Misschien dacht ik wel, eigen schuld, dikke bult. Of gedachten van gelijke strekking. Van nou, het zal wel. Maar als je je zo gedraagt en het loopt fout met je af, ja, je mag niet stelen. Hoezo ga je een fiets stelen om naar huis te gaan?
Nou, toen ik later, veel later, heb je het over. Dat was in de tijd dat ik... Het moet 2011 geweest zijn. Toen kreeg ik een document downgeload. Niet in handen, want dan heb je het gekregen. Maar ik had het gevonden. Dat was het requisitor van Henk, geschreven door Henk J. Maus. Dat kan je denk ik nog steeds vinden op internet. Maar dat hoeft niet echt. Ik heb het hier thuis. Als je het wil, kan je zo'n kopietje krijgen. En dat requisitor, dat heb ik uitgeprint. En ik heb een stift gepakt en wat pennen. En ik ben het gaan fileren. Taalkundig. Want wat zegt meneer nu eigenlijk? Want ik vond het verhaal... uiteindelijk zat daar een luchtje aan. En dat was voor die tijd al dat ik dacht van wat? En mensen zoals Micha Katz en Wim Dankbaar. En wie nog meer? Dat zijn wel de twee belangrijkste, denk ik. Je hebt nog die andere man. En zijn naam ben ik even kwijt. Die andere man die heeft een baksteen voor zijn hoofd geslingerd gekregen door de broer van slachtoffer. Toen hij een boek stond uit te delen. Niet één versie, maar uit een hele stapel laten drukken. En die stond hij uit te delen in de contreien waar slachtoffer woonde. Zij woonde in Zwaagd-Westeind. Zwaagd-Westeinde, zouden wij zeggen. Maar. Een Fries heeft mij nog even gezegd... Oh, dit is de... Blablabla. Maar ik kan geen Fries... Zwaagd-Westeinde op zijn Nederlands. In die contreien ging hij dat boek uitdelen. En toen heeft de broer van slachtoffer hem met een baksteen bekogeld. Nou, deze video heeft 674 views. Dat zijn er hooguit 3 of zo van mij. Want ik ga niet de hele tijd kijken naar mijn eigen video's. En trouwens, als ik dat wil, ik heb ze hier op harde schijf staan. Dus ik hoef helemaal niet naar YouTube om mijn eigen werk te bekijken. Dus je praat over best een aantal kijkers. En dan de reacties. Daar wil ik het eventjes dan even over hebben hoor. Even die eerste, Jan Priscilla, die ken ik. Dat is een kennis van mij. Dus dat is verder geen enkel probleem. En hier hebben we een reactie van meneer Brownsberg, 777. En er staat, ga gewoon even een kijkje nemen in de ijskelder van landgoed Vogelsangstaat. Zwanenbroeders. Het landgoed is gebouwd op de fundamenten van een oud klooster genaamd de Olijfberg. Het schijnt vele onderaardse gangen en kamers te hebben. Dat heb ik nog niet gedaan hoor. En dan hebben we hier een reactie van Rock Pro. Dat is iemand die maakt ook best aardige videootjes. Dus R-O-C-C en dan spatie P-R-O. Die reageert ook vaak. Als hij reageert, is dat positief. Dan heb je hier de man Simply Limbo. En dan is zijn reactie, ik zal hem even voorlezen. Ik ben ermee gestopt na 10 minuten. Deze tekst is bedoeld geweest om op te lezen. Iedereen met een half verstand weet dat do... Jij betekende en tussen aanhalingstekens haar fiets is gewoon wat hij zegt dat hij zag. Dit gaat er even niet om of het haar persoonlijke fiets is.
Als ik jou zie rijden op een gestolen scooter en ik sla jou er met een ijzeren pijp van af, komma, dan kan ik ook zeggen, dubbele punt, tussen quotes, ik zag iemand rijden op zijn scooter. Dan tussen haakjes, kan zijn scooter, kan een scooter, enzovoort. In elk geval, je loopt er zoveel onzin erbij te halen dat ik dit nog wel een keer kijk als ik knetterstoond ben, zoals jij aan die aansteker te horen. Kijk gewoon Wim Dankbaar zijn video, dan ben je sneller en alles is coherent en feitelijk. No offense, maar deze aanpak heb ik weinig mee. Nou, dat geef ik aan jullie om te oordelen. Even die kwestie van dat do jij betekent. Dat weet ik niet. Ik niet. Ik kan het wel gokken. Maar in een rechtszaal. We spreken hier in Nederland het Nederlandse recht. We spreken af welke taal het is. Ik vind het dramatisch taalgebruik wat Henk J. Maus hier bezigt, zo moet ik het zeggen. Schandalig, met andere woorden. Ik zal het geluid even uitdoen. Kan ik even een stukje laten zien. Ja. Zo heb ik het aangepakt. Even laten... Even op... Ja, de beeldkwaliteit is niet echt goed te lezen. Maar ik lees er bij voor. Dit document zit helemaal vol met raar taalgebruik. Ik heb er aantekeningen bij gemaakt. Later wordt gezegd dat ze misschien vrijwillig meeging. Zo'n gek verhaal. Je hebt dus... slachtoffer is door haar broer naar Kollum gebracht om Oudejaarsdag te gaan vieren. Oudejaarsavond. Koninginnedag te gaan vieren. Dan gaat zij met haar vriendje naar Buitenpost toe. Maar dat is niet op de weg naar Zwaag-Westeinde. Buitenpost ligt zo goed als loodrecht onder Kollum. Terwijl Zwaag-Westeinde, dat is naar links. Vanuit Zwaag-Westeinde naar Kollum, dat is 10, 12 kilometer. Maar via Buitenpost, jeetje. En in Buitenpost is die fiets gestolen. En dat vriendje heeft niet de moeite genomen om zijn vriendin te begeleiden tot aan de voordeur. En dan nog een zoentje op de wang en zeggen van, nou kind, het was een leuke koninginnedag. Ik bel je morgen wel als ik wakker ben. Of bel je mij? Nee, een vriendje heeft tegen haar gezegd, deze fiets is voor jou gestolen. En ga maar lekker fietsen. Terwijl die jongen ook weet dat het is koninginnedag. Iedereen is straalbesopen. Dus je hoeft niet gelijk te denken aan gekke verhalen over verkrachtingen of zo. Maar dan nog. Dronken mensen kunnen heel vervelend zijn. Zeker als het gaat om een jonge vrouw van 16 jaar. Met blonde krullen. En mooie benen. Die heb ik dan mogen zien. Toen ze overleden was en
de recherche op een of andere manier het nodig vond om die foto te publiceren. De politie. Ik vind het nergens van nodig. Dat ik die foto heb gezien. En dan het verhaal van die vriendjes. Dat is vaag. En dan zo'n man, die is dan gereformeerd, protestants-christelijk, wordt er ook nog bij verteld. En die had s'nachts een ene zin om even een eindje te gaan fietsen. En toen kwam hij haar toevallig tegen en toen dacht hij, jij bent van mij. Du bist van mij. Hij was seksverslaafd of zo. En er was een oudere man met twee kinderen. En het tijdschema klopt ook helemaal niet. Helemaal erg gehaast of juist vertraagd. Het klopt niet. En wat dan helemaal merkwaardig is, dat die Henk J. Maus een requisitoor opstelt met wollig, angstaanjagend, kwetsend taalgebruik. En een woord als slipje, dat heeft hij wel 10 keer gezegd of zo. Als je het precies wil weten, kijk maar even naar die video's. Maar het is liegen. En als die boer uit, waar kwam die ook alweer vandaan? Als die het echt gedaan had. Dan heeft meneer Henk J. Maus nog steeds rommelig taalgebruik gebezigd. En zou wat mij betreft nooit meer een requisitoor hoeven op te stellen. Want de man weet niet hoe dat moet. Als jij refereert aan bronnen, en dat moet je als openbare aanklager, want je bent niet bij het onderzoek geweest, dus je hebt documenten overhandigd gekregen. En die heb je bestudeerd. En dan maak je een zaak van. Je trekt daar conclusies uit. Die conclusie doe je in samengevatte vorm opschrijven. Dat heet het requisitoor. En je zegt duidelijk uit welke bron het komt, welke pagina het is. Het document van de Huppeltjepub, de datum zus en zo en zo. Het documentnummer erbij. En als het een lange pagina is, dan zeg je pagina 37, tweede alinea. En het beste is dat je uitgaat van bronnen waarbij alles netjes geparagrafeerd is met nummers. Dus de constatering 13.4. Op het lichaam van slachtoffer zijn aangetroffen. En die corresponderen niet met kleding van slachtoffer. Of zo. Henk J. Maus, die kent het helemaal niet. Die doet de bronvermeldingen. En dan heet de bronvermelding pagina 497. Ja, pagina 497 van wat? Dus we weten zeker dat Henk J. Maus niet in staat is om een requisitoor te schrijven. Hij is in staat om een document op te stellen met als titel requisitoor en dan een nummer eronder. En dan daaronder in de strafzaak tegen de verdachte. En dat heet dan officieel. De inhoud
is onofficieel. Tenminste, dat zou ik willen. Want als dit soort taalgebruik officieel wordt, nou, dan kan je je boeltje gaan pakken. Dan gaan we onderhandelen met die Turken en die Marokkanen en die Surinamers. En dan zeggen wij van, nou, jullie zijn allemaal hier naartoe gekomen. Nou, neem het lekker over hier, de boel. En wij gaan naar jullie toe. Want waar jullie weggegaan zijn, daar is leeg land. Dan gaan wij daar naartoe. Dan gaan wij wel lekker in Turkije zitten. Of Marokko. Of in mijn geval Suriname. Alles nog beter dan hier. En dat is niet de bedoeling, want dan gaan we dan vluchtelingetje lopen spelen. Alle Turken vliegen hier naartoe, vluchten hier naartoe. En wij vliegen en vluchten terug naar Turkije en Marokko. Maar het zou het wel moeten inhouden. En samen met Mira van Talk to Mira heb ik ook deze zaak uitgebreid besproken. En met haar heb ik erbij stilgestaan dat hoe het ook maar was. Het was gek. Mijn dochter is momenteel 18. Nou, over haar maak ik me geen zorgen meer. Maar toen ze nog 16 was en zij op een avond nog laat over straat, want haar vriendje was verkouden en die kon haar niet thuisbrengen, en ze wilde wel bij hem langs. En dat ik tegen haar zei, van het allemaal best, maar als jij verkracht thuiskomt, ben jij niet de enige met een probleem. Maar ik ook. Wat was die verhouding dan? Van, hoe was slachtoffer dan? Dat ze dat zo lichtjes opnam. En die risico's nam. En slachtoffer heeft lopen chancen met asielzoekers. Daar is iedereen het over eens. Ze wist het. Mijn kind die blijft uit de buurt van dat soort lui. Een slachtoffer niet. Wordt ook nog beweerd dat ze wiet heeft gerookt op dat campingterrein. Hoe heet dat? De poolplaats. De poolplaats. Waar al die buitenlanders zaten. Als het mijn dochter was geweest, had ik erop aangesproken. Als het allemaal waar is. Maar ja, Wim dankbaar zegt dat dat waar is. Ik ben er niet bij geweest. Vreemd verhaal. En het was maar een vrouw van 16. Je kan van haar niet verwachten dat ze al die dingen weet over al die gevaarlijke mensen. Dat hadden haar ouders haar moeten vertellen. Duidelijk moeten maken. Om dat verhaal af te maken met mijn dochter, dat ze tegen mij zei van, ja, je kan wel lopen zeiken, maar mijn vriend is ziek. En ik wil naar hem toe. En ik blijf er net zo lang totdat ik naar huis toe wil. En al is het donker, ja, dat kan wel wat donkerder worden. Ik zei, ja, hoe zit het dan met dat risico? En zij had Dr. Martens. Van die soldatenkistjes. En ze deed even een trap in de lucht. En ze zei, nou krijgt hij dit. En toen zei ik, oké, you are dismissed, number one. En dat is een Engelse frase uit Star Trek. En dat begrijpt ze dan. Ik ga niet de klok in de gaten houden.
Maar als je thuis komt onder de blauwe plekken. En dan een beetje gaat lopen janken. Dan kom ik in actie. En dan gaan we de politie bellen. En dan is het een ram, ram, ram. En als de politie niks doet, dan pak ik die vent zelf wel met mijn vrienden. Je hebt als vrouw een taak om ervoor te zorgen dat je niet wordt verkracht. Ja, maar Perry, nu zeg jij dus dat iedere vrouw met een burka over straat moet. Ja, ongeveer zoiets. Want vrouwen zijn aantrekkelijk. Dus mee oppassen. Wees je bewust van je aantrekkingskracht. Ik kan er niks aan doen. Dat bewustzijn, bewust aanwezig zijn, zo zou Martin Heidegger dat zeggen, dat is erg belangrijk. En ik verdenk slachtoffer ervan dat ze dat nog niet in de gaten had. En heb ik dat slachtoffer te verwijten? Nee, dat heb ik haar ouders te verwijten. Als ik iets te verwijten heb. Want wat is er gebeurd? Je kan moeilijk zeggen dat omdat Marianne, dat slachtoffer wiet heeft gerookt in een camping van een Duitser, een camper van een Duitser op die camping van die asielzoekers. En die man heet dan Wolfgang Hebbe of zo. Dat de doodstraf verdient. Ik dacht het even niet. En mijn dochter drinkt geen alcohol. Ja, behalve 3 keer per jaar als het echt heel gezellig is. En dan drinkt ze 1 glas. Ze drinkt niet eens vruchtensap voor de lol. Behalve voor de lol. Dat ze denkt, oké, het is een feestje. Nou, dan wil ik wel mangosap. En dan heeft ze 1 glas mangosap op. En dan wordt er gevraagd, wil je nog wat drinken? En dan zegt ze, oh ja, een beetje water. Maar dat kan ik zelf wel pakken uit de kraan. Nou, mijn dochter rookt niet, natuurlijk. Want als je dat al niet doet, als je niet eens een keertje het op een suiker zet. Nou, laat het roken ook maar zitten. Wiet roken? Not. Inmiddels is ze wel zover dat ze zegt, als andere mensen wiet roken, ik vind het best. De gedragsregels blijven hetzelfde. Ik weet ook niet precies hoe ik dat voor elkaar gekregen heb, want het goede voorbeeld heb ik haar niet gegeven. Zo is ze, dat is lekker makkelijk. Nou, maar slachtoffer heeft dat wel gedaan. Die heeft wel alcohol gedronken, die heeft wel wiet gerookt. En dan met haar 16e naar een discotheek gaan op meer dan 10 kilometer afstand. En dan maar hopen dat je thuis komt. Een beetje die buitenlandse jongens uitdagen. Ja, het is niet het gedrag van mijn dochter. Maar mag zij dan weggemoffeld worden in een doofpot? Het punt blijft dat, en dat is deze reactie. Dertien is de devil's door en het dubbele ervan. Oh, de devil's door. Dus 13 is de deur van de duivel. En het dubbele daarvan is 26. Voor Saturnus, ofwel de Walpurgisnacht voor je hexagon. Het zou kunnen. De man Johan Oldekamp is er ook helemaal wild op gegaan. Dat dit een actie is geweest van satanisten. Die dat meisje eruit gepikt hebben.
Dat weet ik allemaal niet. Dat is speculatie. Wat ik weet is dat het requisitoor dat Henk J. Maus heeft geschreven qua taal nergens op slaat. En als ik de baas van was geweest van Henk J. Maus en ik had zijn werk onder ogen gekregen, dan had ik mijn secretaresse laten bellen om Henk J. Maus op audiëntie te laten verschijnen. En hem gezegd, waar slaat dit op? En dan kan ik nog best wel fel ingaan. Dat doe ik nu niet. Ik wil het rustig houden. Maar het hele requisitoor is te smerig voor woorden. Ik wil even een stukje erbij pakken. Als samenvatting dat je weet waar ik het over heb. En dan kan je zeggen van ja, maar Perry, het was toch heel lang geleden. Dus wat maakt het uit, man? Even kijken hoor. Deze is het, ja. Henk Maus. En dan moet ik nu even hebben de miniaturen erbij. Kijk, dit zijn al die pagina's. Dit, dan de linkerpagina met mijn opmerkingen. En die rode dingen, dat kan dus echt niet. Wat moet ik met zo'n medewerker als ik de baas was van Henk J. Maus? Het kan altijd nog smeriger, hè? Als deze. Waren er ook bekende Playboy aanstekers? Dat is dan de Nederlandse rechtspraak. Ik zou graag gewild hebben dat Marianne Vaatstra nog leefde. Hier, dit heb ik geteld. Gewoon de woorden even geteld. 10 keer staat het woord sperma. 24 keer het woord mes. 10 keer het woord slip. 1 keer het woord string. Is het nou een string of een slip? 24 keer het woord BH. En dan de winner of the house, 153 keer het woord Marianne. Je hebt me net een aantal keren betrapt dat ik haar voornaam uitsprak en bijna haar achternaam. De persoon in kwestie in een requisitoor heet slachtoffer. Hier het woord 3D. Dat komt 16 keer voor. 11 keer het woord binden of gebonden. En het woord vrijwillig, dat komt 13 keer voor. Wat is dit voor een porno? Het woord verkracht of verkrachten komt 30 keer voor. Het woord ongesteld komt 4 keer voor. Het woord tampon 5 keer. Het woord mogelijk 34 keer. En do bist van mi of andere Friese termen, dan heb je het over 11 keer. Het woord bloed 28 keer. Het woord moord 35 keer. Het woord seksueel 11 keer. Het gaat er toch om of die man het gedaan heeft. En wanneer, hoe laat
En wat voor bewijzen heb je? En de man in kwestie, die zegt, laat me toch met rust. Ik zit in de gevangenis en laat me met rust. Nou, dit zijn wat je hier nu in beeld ziet, dat zijn de noten. Pagina 437. De andere is vastgelegd in deel-PV's. De volgende is C-persbericht OM 1306-2000. Zie bijlage ZD26. En terug naar de reactie van Simply Limbo. Hier staat. Deze tekst is bedoeld geweest om op te lezen. Maar als de tekst alleen maar bedoeld. Oh, het gaat nog eens. Oh. Weer, heb ik weer een view erbij? Maak het uit. Dan moet ik hier een klik op geven, denk ik. Die volk het ingewikkeld zeg. Kom eens aan die comments nou. Die zitten eronder, denk ik. Ja. Nou zeg, wat ben ik lekker bezig. Deze tekst is bedoeld geweest om op te lezen. Ja. Maar als de tekst bedoeld is geweest alleen maar om op te lezen, waarom is er dan een notenapparaat bijgevoegd? Dus iedereen in de zaal, die had een hoofddocument van 1000 pagina's ongeveer. En iedereen had dus ook al die andere documenten in handen? Nee, natuurlijk niet. Dit is gewauwel in de ruimte. Dit is de kwaliteit berichtgeving die ik ken uit 1969 met de eerste maanlanding. Een beetje vaag lopen doen, een beetje lopen schuiven. En ik verdenk Henk J. Maus ervan dat hij dit werk heeft geschreven onder invloed van middelen. Pagina 1037. Dus dat publiek in de zaal had dus. Dat is bijna een Bijbel. Pagina 1037 is denk ik niet de laatste pagina. Dus laten we ervan uitgaan dat er 1200 pagina's zijn. 1200 pagina's. Zo'n pak papier van A4, wat je dan kan kopen hier bij de boekhandel. Nee, de kantoorboekhandel. Dat is 500 pagina's. Dat weegt bijna een kilo of meer. En iedereen in de zaal had dat dikke ding. En dan gaat Henk J. Maus zeggen. En dan nu naar pagina 1037. Wat Simply Limbo hier zegt, dat kan niet. En wat hij ook nog hier dan zegt, als ik jou zie rijden op een gestolen scooter en ik sla jou er met een ijzeren pijp van af. Wat is dat voor een bericht? Waar is hier de logica? Als ik jou zie rijden op een scooter waarvan ik weet dat die is van iemand die ik ken.
En ik ga jou slaan met een ijzeren pijp. Wacht even, ik rij op mijn scooter. En dan, waar haal jij die ijzeren pijp vandaan? Of wil je alleen maar zeggen dat ik een klap voor mijn kop kan krijgen met een ijzeren pijp, omdat ik het heb over de zaak Marianne Vaastra? En dan met Wim Dankbaar. Kijk gewoon Wim Dankbaar zijn video. Die heb ik gekeken. En Wim Dankbaar concludeert van ja, er is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. Ja, dat vind ik ook. Er is iets aan de hand. Met ons. Ook met Simply Limbo. Want hij gaat ervan uit dat ik niet gekeken heb naar de video's van Wim Dankbaar. En dan zou ik sneller zijn, maar sneller met wat? En alles is coherent. Nee. Wim Dankbaar heeft een rechtszaak aan zijn broek gekregen. Ik wil er niet veel over zeuren hoor, maar wat hij hier als laatste zegt, no offense, maar deze aanpak heb ik weinig mee. Ja, dat maakt me ook helemaal geen donder uit. Simply Limbo mag mij vertellen wat er gebeurd is. Dat kan hij ook niet. Het enige wat je kan zeggen is dat Henk J. Maus heeft lopen liegen. Dat in het, ja, quoteje, aanhalingstekens, dagboek van de moeder van slachtoffer, dat daar ook een aantal anekdotes in staan die levensecht overkomen en die erop duiden dat politie en justitie de zaak op hun beloop hebben gelaten. Meer niet hoor. En ik heb aangetoond dat Henk J. Maus gelogen heeft in functie. En bij een journalist is dat een strafbaar feit. Dus dan heb je een strafblad. Dat is geen overtreding, maar dat is een misdrijf. Als je liegt als officier van justitie. Nee, ja, als openbaar aanklager, ja, officier van justitie. En dan lieg je. Poeh. In het oud-christelijk dogma wordt gesproken over het daadwerkelijk lichamelijk omleggen van dat soort mensen. Want die zijn te gevaarlijk om mee samen te leven. Je kan niet samenleven met een openbaar aanklager die een beetje jolig gaat lopen doen. Ja, ik ga vandaag eventjes Jasper Steringa tot 18 jaar, of wat heeft hij gekregen? Die ga ik even laten veroordelen en ik ga heel vaak de naam van slachtoffer uitnoemen. Want uitspreken, ik ben helemaal zenuwachtig en dope is van mij. En wat heb ik verder nog op mijn lijstje staan? Oh ja, slipje, string. Wurgen, keel doorsnijden. Zal ik ook die andere vieze woorden nog opnoemen? Anno. Dat is een feit. En hij heeft gelopen liegen. Terwijl er een jonge Friese vrouw was vermoord. Een beetje vrolijk lopen doen in de rechtszaal. Met een requisitoor dat als je dat leest, dan zit het best vol met typfouten.
En stijlfouten en onduidelijke zinnen. Deze tekst is bedoeld geweest om op te lezen. Wil Simply Limbo mij ervan overtuigen dat als je de tekst die hij gebruikte om zijn verhaal, zijn mondelinge verhaal te ondersteunen, dat die volstaat met onzin, maar dat het gesproken woord van Henk J. Maus, dat was wel goed geweest. Nou, ik vraag me af hoe je op basis van bedorven vlees een goede curry kan maken. Gewoon een metafysische constatering. Dit was Marianne Waatstra, haar zaak. Anno 2018. En niemand trekt zich er wat van aan. Niemand schreeuwt moord en brand. Niemand vraagt zich af of dit muisje nog een staartje kan krijgen. Iedereen vindt het wel best zo. En het punt is dat slachtoffer was een kind van God. En God geeft om zijn kinderen. Je krijgt ruzie met God als je te pas en te onpas kinderen van hem gaat vermoorden. Zeker dat je daar in de functie waarin je er wat aan kan doen, je taak verzaakt omdat je Henk J. Maus heet en je schrijft bullcrap op. Ook met dat laatste is mijn vader niet blij. En weet ik dat zeker? Nee, dat weet ik zeker. Dat geloof ik. En ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren. En dat het aantal views van deze video binnenkort over de 700 gaat. En dat je ook die andere gaat bekijken. Je hebt minimaal dan iets meer begrip van het concept taal. Taal is helder. Taal is duidelijk. Taal is een woord dat, als het overgebracht wordt, een begrip veroorzaakt bij de toehoorder, de luisteraar, wat correspondeert met jouw begrip. Dus als iemand aan jou vraagt, hoe was het gisteravond in Amsterdam? En dan begin je allemaal bullcrap te uiten. Van, we waren met de trein en over chipkaart en zo. Dan hebben we bliep, bliep, bliep. Nou, dan waren we in Amsterdam. En ik vond het denk ik wel leuk. Nou, de vraag was, hoe was het in Amsterdam? Wat heb je meegemaakt? Geef eerlijk antwoord. En als iemand begint te vertellen van nou, het was in Amsterdam, zus en zo, en bla en bla, en je begrijpt er helemaal geen snars van, en dan kan je al aanvoelen dat iemand iets loopt te verzwijgen. Er is een Engels spreekwoord en het heet, keep him in the dark and feed him bullcrap. De paddenstoeltechniek. Want paddenstoelen, als je die in het donker houdt en dan stieren stront eroverheen, ja, daar groeien paddenstoelen van. Die kan je lekker in plakjes snijden, rauw opeten. Als je een mooie steriele paddenstoel hebt, kan dat makkelijk. En de rest kan niet.
Nou, dank jullie wel voor het luisteren. En op zijn hamburgers zag ik Dobiest van Mie. Ik denk dat slachtoffer, als ze vanuit de hemel nog naar mij kijkt, wel zou kunnen lachen om de grap. En jullie hopelijk ook. Maar dan nu als officiële afsluiting op zijn Fries. Tjuhus. En dag lieverds.